shit. Welkom bij aflevering 3 van Making Hollywood, waarin twee beginnende filmmakers in 90 dagen en met slechts $5000 uitzoeken hoe je terecht kan komen in de Amerikaanse filmindustrie. Dag 23. Vandaag is de grote dag voor de eerste echte afspraak met een vaderlandsucces in Hollywood. Rick en Frank hebben een afspraak met niemand minder dan Karel Struiken, oftewel Lurch van de Addams Family. Intussen woont hij alweer een tijdje op het mooie Catalina Island tegen de kust van Los Angeles. Hiervoor zullen de drie heren de Catalina Express moeten nemen om aan de andere kant te komen. Het voelt een beetje als een soort Jurassic Park onthulling. Een boottochtje van een uur door het grijze water, maar nu zit het eraan te komen. Frank Verhooyen, nice to meet you, Eve. Na een mooie rondleiding over Catalina Island biedt Karel de mannen een lunch aan. In, ik geloof 1974 of zo ben ik vertrokken naar Amerika en naar Hollywood, zeg maar. En daar wilde ik gaan werken in film. Hoe werd je dan gevonden? Hoe kwamen die mensen bij je terecht? Omdat ik in Hollywood woonde en dan op straat liep. Dan aangesproken werd door mensen. Werd zo op straat je aangesproken? Van, ja. Je wilde een film spelen? Ja, of in de supermarkt. Na Witches of Eastwick had ik een officiële agent. En via die agent kwam ik toen al snel bij het Anniversary project terecht. En het interview daar was heel kort en krachtig. Ze vroegen waarom ze dachten dat ik goed zou zijn voor Lurch. En ik zei ja, als ik op straat loop, dan vragen mensen me altijd of ik Lurch ben. En dan moet ik altijd nee zeggen. En dit lijkt me een fantastische gelegenheid om van nu af aan ja te kunnen zeggen. Wij hebben een krap budget dus, en wij moeten 2 maanden uithouden. En we hebben al een aantal keer in de auto geslapen en dan neem je weer een keer een hotel. Maar ik neem aan dat je heel wat mee moet nemen om hier of nam u gelijk, kon u gelijk een huis al regelen waar u kwam te zitten? Of, ik kreeg wel net genoeg steun van mijn ouders om het uit te houden, maar ik sliep ook vaak in de auto. Oké, qua tips zijn ze van deze meeting dus niet veel wijzer geworden, maar de eerste ontmoeting met een filmicoon kunnen ze wel van hun lijstje strepen. Was een pleasure. Ja, well, thank you very much for everything. Aangezien de ferry naar Catalina Island $60 per persoon was, hebben we maar besloten om weer wat te besparen. En dat gaan we nu dus ook doen, dus weer een nachtje lekker slapen in de auto. Kijk, zo doe je dat. Goedemorgen. Goedemorgen. Lekker geslapen jongens, parkeerplaatsje. Alles zit vast nu. Lekker geslapen Yves. Sleep well Yves. Yves is very happy. We're going to Leo Carrillo. What are we doing at Leo Carrillo? Going to take a shower. Because we have an appointment. The cheapest spot you have. Oké, we zijn er. Parkeerplaats 110. Oh, geweldig. Het is niet eens vlak. Oh, look at this. This is a great spot. This is ours, boys. Tent heeft $30 gekost. De spot kost nog meer. Omkleden. En dan hebben we de volgende afspraak met... Die tent zal mooi waterpas, dat weet ik wel. Met wie, pik? Roel René. Oh, lekker lunchje. Director. Ja. Hopen dat hij de bil voor zijn rekening neemt. De naam van de tent klonk vrij duur, dus... hopen dat hij de bil voor zijn rekening neemt of dat het een goedkoop tentje is. Neem ik wel een uitsmijtertje. We komen dus net aan met de auto van onze gare camping. Even gedoucht en zo, nu komen we hier aan. Ja, onze afspraak met
regisseur Roer René. En die kwam aan met het idee om bij Chateau Marmont af te spreken. Het klonk al duur. Maar nu ik dit zo zie, denk ik dat een lunch onze rib uit het lijf gaat kosten. Dus. Nou Rick, misschien moeten we wat geld bij elkaar leggen dat alleen jij met hem gaat lunchen. En dan alleen soep bestellen ofzo. En dat iedereen wat geld in de pot moet leggen om zijn koffie te kunnen betalen. Helaas is het niet toegestaan om in Chateau Marmont te filmen. Vanwege de aanwezigheid van vele Hollywoodsterren die regelmatig buiten de deur eten. We hadden echt een goed interview gehad met Roer René. Het is meer eigenlijk een gesprek tijdens een lunch. En het was erg leuk. Ja, dan komen we gelijk op dit uit. Ja. We hebben hier gegeten. Bam! Eventjes 74 euro'tjes. 75 dollar'tjes bedoel ik. En dan verwachten ze in ieder geval ook nog 25% voor. Dus we waren in ieder geval $85 kwijt. Ja, voor een lunch. Ja. Dus, we hebben dus maar besloten om het diner te skippen. Ja. Maar dan zit je wel tijdens de lunch een tafeltje verwijderd van Jeff Goldblum. Ja, een van onze helden van Jurassic Park. Jurassic Park natuurlijk. Ian Malcolm. Ja. Moet ook even gezegd worden. Ja. Verder hebben we er extra contacten bij gekregen. Ja. En het was zeker de moeite waard. Volgende week ontmoeten de heren een vriendin van Frank, die op een gerenommeerde acteer- en theaterschool zit in Hollywood. En we zien het vertrek van de Zwitserse reisgenoot Yves.